Sintjes. Voor mij is je rechterlijk, kom je bij de naam Sintjes uit. Hoor dat eerst. Ja? Ja. Dan wil je wel het mooiste had. Dit is een oude Westerretter hier zo. En even kijken wat, wat een mooi dingetje. Nog wat hier staat. Kort voor 10 zijn we gestopt. Computers. Printers. Stilgestaan hier zo. Ik zie wel wat apparatuur hier om hangt. Zo kan de 50 jaar oud. Ventilateur. Ik ga even scannen. Als het in orde was, liep ik door. Kokkie of Sandra? Nee. Shalwa. Rijkleding. Die is ook al even dicht. Want dan is die in Shalwa dan. Gewoon aan mijn Sintje. Mooi toch? Oh, prachtig. He? Dat is ook wel een oud dingetje hoor. Sluitingen repareren. Knopen. Even het opslag. Spullen die klaar waren. Hier een roldeur voorraden. Dat is ook wel een houtje. Deze moest wel nog met het voetpedaal. Dat is nog niet zomaar. Bellenlakens.
kussens. Dit is weer van de sportafdeling, denk ik. Gymkleren en zo. En hoeveel? Wat 48? 66? Zonder. Toen de wasseretten. Van alles en nog wat. En je geld? 2 cent. 1 cent. Geld ligt voor het oprapen, letterlijk. Dat ze daar ook de voetpedaal kunnen doen. Ja. Ja, dat is toch maar het geval dan is van jongens, jullie moeten wel doordoen, hè? Ja, toch maar met de pedaal. Eens kijken of we de beroemde blauwe zak kunnen vinden. Heel veel gefotografeerd is. Ik denk dat die in handen al hangen. Is de verwarming, denk ik. Of het schoonmaken, dat kan ook natuurlijk. De wasmachines. Dat is de producten die je opslaat. Behoorlijke wachten. Dat is geen kleinigheidje. Dan weten we zeker dat de buren komen. Wat is hier aan de hand? Dat is de hoofdstraat daar, die kant. Dat moet niet zijn. Kijken. Ik denk een beetje op slag is hier. Nog allemaal. Wat zijn er nog mensen? Ik heb een klein beetje magazijn voor de machines. Aan de gang te houden. Klein werkplaatsje, denk ik. Hoop ik. Dat is gereedschap. Verpakkingen. Kijk, daar hangen de zakken. Kun je nog wel een overalletje gebruiken hier? Dat is die hal met die zakken. Dat is het meest gefotografeerde hier zo. Die zakken. Schoon was en komt op de huilarts. Geen idee.
hierin. Ja, zo'n hele trolleybaan. Daar ging het daar naartoe en daar naartoe. Hier terug. Bijzonder. Het is wel een behoorlijk op instorten hier. Ik zal die buizen zien hier hangen. En een gestolen fiets, denk ik. Leegstand heb je al groen aan de muur. De zakken. Ik wist niet dat zo ging in de wasretten. Die zak aan het plafond. Ook nog een kerststal. Ik zeg altijd op locatie dat er wel iets van kerstpaletten vinden. Een kerstboompje of een takje. Een kerststalletje. Dus altijd standaard. Vier jaar tijd. Zakken, zakken, zakken. Dat ik weer in de weg loop. Ik loop altijd in de weg. Kom maar. Nou, wat hebben we hier nog? We gaan maar door. Nog een ander machientje. Of het strijken is ofzo. Strijkmachine. Nou, ik heb niet veel verstand van strijken, maar ik weet zeker dat het een strijkmachine is. Jaren 50 uit, zo'n wc. Dat is echt allemaal een bedrijf geweest, hoor. Dames, toilet. Die hebben we. Oh, dit is oké. Ingepakt. En dat is het niet dan. Klaar voor gebruik. Dit is de office, denk ik. Ja. De office, wat is het huis? Het huis van de directeur. Denk ik. Ja, de hoofdingang. Dit is de hoofdingang. Ik ga hem nu naar boven.
afspraken gemaakt om je kleding te brengen voor het terrein. Ja, nog een stukje fabriek kijken. Dan gaan we even naar boven nog. Dan zal ik heel de stuk overslaan hier. Dat is niet de bedoeling. Ik zie meestal de fabriekshal waarop hij is. Dat is toch een klein beetje bellen. Is er een sans zijn weer open? Ik kan overal weer terug. Dat is niet goed voor mij. Een leuke ruimte hier. Met al die zakken. Wow, wat precies? Model, welk jaar is dat niet eigenlijk? Ik ga niet veel verder hier. Het is echt niet fijn om hier te lopen. Ik heb een bende. Die zal niet best om al geslapen hebben. En de lantaartjes van hun begrafenissen ook toe. Nee, hier is geslapen niet meer. Het stinkt een beetje hier. Ik heb het al gezien hier. Die vuile bende. Kaboom. Wat nog een rare geluid hier. Nu zit ik overal gaten daarboven. Ik ga even de uitgang weer zoeken. Maar ik moet ze daar naartoe. Zover hebben we al gezien. Zo. Ik zou zeggen, ja, wel een leuke locatie. Er staat behoorlijk wat onweer en regen op het programma. Je hoort er rommelen. Dus wij gaan hier vertrekken. Hopen dat we nog met voor de regen in de auto zijn. Want dan moet je door een slootje heen, dan moet je door een veldje heen. Dus onweer. We zijn nat. Wil u mee? We gaan weg.
hartstikke zwart. Hier is de uitgang. Kom maar. Daar zo, daar zit het onweer. Kijk, hier moeten we naar beneden. Op die pallet heen. Omhoog. Richting auto. Maar mensen, we zijn gaan afscheid nemen hier. Het is een leuke locatie, leuke dag. Dus zeg weer tot volgende week.